en recorden, oké? Okay? Een prettige ja. avond. Zet hem maar aan. Hij is aan. Hij is aan, oké. Okay. Nou, ik ben heel blij om jullie allemaal weer te zien. En ik ben vooral blij om Joël Cahen te zien vanuit Amsterdam. En ik wil speciaal ook verwelkomen Sarah Katz-Nelson. Omdat haar schoonvader de directeur was van het werkdorp in de Wieringermeer. Vlak voor de oorlog tot aan de bezetting. En zij zal na de lezing van Joël ook 2 minuten daaraan besteden. Joël is, de meeste mensen kennen hem wel. Maar ik wil toch nog eventjes heel kort vertellen wie hij is, voor degenen die het niet weten. Hij is geboren in de plaats Vught. Hij studeerde geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. En is daarna Joodse geschiedenis en Jiddisch gaan studeren in New York aan het Weinreich Center for Advanced Jewish Studies van YIVO, de Leo Beck Institute en Columbia University. Daarna was hij van 1990 tot 2002 hoofdconservator van Beit Hatzfutzot. Hij heeft dus ook hier gewoond. En in het vervolg daarvan, tot 2016 was hij directeur van het Joods Historisch Museum in Amsterdam. Tegenwoordig werkt hij nog als historicus en als adviseur op cultureel museaal gebied. Joël, ik geef jou het woord, want de rest van de avond mag jij vullen. Dankjewel. Dan komt nu eerst het moment u. Ja, het werkt niet. Jullie zien wat. Ja, nou, prima. Goed zo. Nou, een hartstikke mooi dat ik mag optreden voor de Irgun Olé Holland. Ik vind het leuk, dus ik ga mijn best doen. En het onderwerp is niet het gemakkelijkste onderwerp. En het is altijd lastiger om een onderwerp te behandelen als de mensen die het meegemaakt hebben of een beetje er nog bij zijn. Dat is ook wel een enorm voordeel. Dus ik zie met trots Ada Kohn, wiens man ook in het werkdorp geweest is. En ik denk dat er nog wel anderen zijn. En in ieder geval familieleden. Het Joodse werkdorp. De vraag is, waarom was er een Joods werkdorp nodig? Dat had met 2 dingen te maken. Met de dreiging vanuit Nazi-Duitsland. En eigenlijk kun je niet meer spreken van een dreiging. Het was een situatie dat de vluchtelingen aan de deur in Nederland klopte en dat vluchtelingen opgevangen moesten worden. Dat lukte met moeite, met niet alle medewerking of soms alle tegenwerking van de Nederlandse overheid. En toch is het gelukt. Dat is het positieve eindsaldo van het Joodse werkdorp. Om 600 jonge Joodse mannen en vrouwen via dat werkdorp in veiligheid te brengen. Of in veiligheid te laten komen. Want het was hun eigen werk. Want in dat werkdorp leerden ze ambachten, allerlei ambachten, landbouw, timmerman, beeldhouwer, alles werd er geleerd. En daarmee hebben ongeveer 600 mensen een nieuwe toekomst kunnen opbouwen. Het werkdorp lijkt, zeker als ik met jullie spreek, maar dat is vooral in mijn hoofd, vooral een zionistische aangelegenheid geweest te zijn. Dat was het niet en dat was het wel. Dat ga ik proberen uit te leggen. Het was ook vooral een vluchtelingenopvang. Maar wel een hele bijzondere, en dat zien jullie aan de kaart die ik nu opgeroepen heb, de 2 kaarten. Namelijk kaarten van het plan Lely om het IJsselmeer dicht te maken, tot land te maken. Want Nederland had weinig vijanden, dachten we, of dachten onze voorouders.
over één vijand waren ze het allemaal eens en dat was het water. En dat water moest bedwongen worden en na een aantal watersnoodrampen aan het begin van de 20e eeuw werd besloten om de Zuiderzee te dichten. Want een van de watersnoden was werkelijk tot aan de randen van Amsterdam gekomen. Daardoor is het plan Lely ontstaan, wat met twee dingen begon. De afsluitdijk voor de fijnproevers, maar je kunt het maar moeilijk zien. Het kaartje van de afsluitdijk dat ik hier heb geprojecteerd, het gekleurde plaatje, laat een ontwerp zien waarbij die dijk niet uitkomt waar die tegenwoordig uitkomt, maar veel lager in de buurt van Makkum. Maar dat is voor de fijnproevers. Die dijk die kwam er en tegelijkertijd kwam de eerste polder. Die eerste polder die heette niet de Wieringermeer. Dat was wel de Wieringermeerpolder, maar die heette de Noordwestpolder. We zijn allemaal, tenminste ik denk een deel van jullie ook, opgevoed met de Noordoostpolder. En ik herinner me die ook nog als de enige polder. Die Noordwestpolder was de eerste. Die Noordwestpolder stelde de Nederlandse overheid voor een enorme uitdaging, want de herinnering ging vooral naar een polder die eraan vooraf gegaan was. De laatste grote inpoldering, namelijk de Haarlemmermeer. De Haarlemmermeer inpoldering is qua polder gelukt. Het land is drooggelegd. Niemand die er nog iets van herinnert als je op Schiphol landt, als je daar nog landt tegenwoordig, of daar in de buurt bent, Hoofddorp, al die dorpen zijn hartstikke modern. Maar die polder was eigenlijk een mislukking. Omdat de kolonisatie, let op het woord en het woordgebruik, eigenlijk een grote flop werd, omdat het helemaal in particuliere handen was gelaten. Dus veel boeren hebben daar veel problemen gehad, ziektes en van alles. Dat mocht in de Wieringermeer niet gebeuren. Dus is daar zeer gecentraliseerd opgetreden. En was er een strenge selectie wie daar mocht komen wonen. Om een cijfer te geven, er meldden zich bijna 5000 kandidaten voor 473 kavels. Waarom is dat belangrijk? Omdat als we nu terugkijken, dan denken wij in de eerste plaats aan het Joodse werkdorp en de pioniers. Maar ook die andere pioniers waren pioniers. Dat waren die boeren. En die boeren staan weer gelijk aan een vergelijking. Inpoldering, nieuwe grond, landbouwland, Nederland, landbouwland. Ja, er was veel industrie, maar landbouw was nummer één. En dat is het inmiddels stukken minder. Nog een beetje wel, maar als je de Nederlandse politiek volgt. En het klimaatdiscussies, maar in ieder geval is het een stuk minder. Dus er was behoefte aan land en dat kwam een nieuwe stichting. En nu schakel ik weer terug naar de Joodse vluchtelingen en naar het comité voor Joodse vluchtelingen en het comité voor bijzondere Joodse belangen. Twee comité's die allebei in 1933 zijn opgericht. Waarvan de oprichting natuurlijk duidelijk te verklaren is door het aan de macht komen van Hitler. En niet zozeer het aan de macht komen, maar het razendsnelle tempo waarin Duitsland een eenpartijenstaat werd en de nazi's in alle standen de macht grepen. Als je terugkijkt, dan kun je niet anders zien dat die dreiging er aan alle kanten was. Als ik me dan herinner dat mijn vader, net als denk ik vele anderen, geprobeerd heeft mensen uit Duitsland weg te halen op tijd, die dat niet wilden, dan kun je denken van hoe is het mogelijk dat ze het niet zagen. Aan de andere kant, zet je maar eens in de schoenen van een vluchteling. In Nederland werd het probleem opgepakt door deze twee comité's, die bestonden uit leidende figuren uit de Joodse gemeenschap.
twee hele belangrijke figuren waar ik de naam van zeker wil noemen, zijn Gertrude van Tijn en Georges van den Berg. Die komen later in de plaatjes terug. Want het was vooral Georges van den Berg die het idee van dit werkdorp heeft gepromoot. Wie was die man? Hij was de zoon van Sam van den Berg van de Margarine-Unie, Unilever. En was dus zeker niet, laat ik zeggen, iemand uit een links milieu. Maar was Kamerlid en gemeenteraadslid in Amsterdam voor de SDAP. En ik heb het sterke vermoeden dat de SDAP en de geest van de SDAP in het werkdorp, in de organisatie, enorm heeft meegewerkt. Uiteindelijk kwamen er in dat comité, in dat initiatief, ook allerlei andere bekende namen, Goudsmit, David Cohen en anderen. Het initiatief, wat ik net al zei, zeer beïnvloed door de SDAP. Hoe kom ik tot die conclusie? Namelijk door het plaatje wat je nu ziet, waar je het brochure ziet, Nieuwe Grond, geschreven door Marianne Philips. Marianne Philips, haar echtgenoot, die ik ook gekend heb, was belangrijk voor de vakbeweging en de SDAP. En ik denk dat Georges van den Berg uit die kringen zijn mensen mobiliseerde. Maar ook vooral uit de kringen van het Comité voor Joodse Belangen. Op dit plaatje zie je twee dingen die in het verhaal van belang zijn. Het initiatief kwam tot stand, maar het initiatief was vanaf het begin heel erg professioneel. Professioneel in de zin van fondsenwerving en reclame maken. Die fondsenwerving ging gedeeltelijk, en later ga je dat nog zien in een ander plaatje, via de VARA Radio, maar die ging ook via de American Joint. En de American Joint stuurde een fotograaf, die later wereldberoemd is geworden, Roman Wisniak, ook naar Nederland, om te fotograferen en om met die foto's in Amerika geld te kunnen ophalen voor de joint in het algemeen. Want als je de getallen leest van de hoeveelheid geld, dan was die bijdrage belangrijk, maar is het meeste geld toch in Nederland opgebracht voor het werkdorp. Ik ga echt even terug, want ik heb de SDAP genoemd als de socialistische kringen. Maar het kan zeker niet zonder de sionistische kringen. En daarbij gaan we even terug naar het begrip Hachshara, bij jullie zeker bekend. Voorbereiding op emigratie. Er was in Nederland op allerlei plekken en in allerlei verschillende soorten werd er een voorbereiding voor Palestina-migratie, werden vooral jongeren opgeleid. En dat zie je hier, als ik met mijn cursor hier naartoe ga, in dit lijstje. Daar staan al die namen waar dat waar, al die plaatsnamen waar dat gebeurde. Eén plaatsnaam staat er niet bij, en dat is het plaatje, dat is uit 1919... En ja, je kunt het bijna raden als ik een verhaal houd. Dat is Den Bosch in Brabant, waar mijn vader geboren is. En waar ik gedeeltelijk opgegroeid ben. Maar het belangrijkste plaatje is hier, want dat is de grote man Jacobus Kahn, die al in 1910 de Joodse tuinbouwvereniging opricht in Den Haag. En de Joodse tuinbouwvereniging die gaat zich onder andere vestigen in Gouda, wat we zo zullen zien. Maar wat het allermooiste is, en dat kun je, ik geloof niet dat ik dat plaatje heb gekozen. Nou, hier staan vooral de artikelen op. Maar op een van de andere bladzijden, daar staat ook heel duidelijk, dat kun je hier zien, wie er allemaal deel maakte van het bestuur van Kansen Initiatief, met hier
de Joodse Tuin- en Tuinbouw, Veeteelt en Zuivelbereidingsvereniging in Gouda. Je ziet daar ook Jan Lichthart, allerlei interessante figuren, Ornstein, Polak Daniels, allemaal spannende Nederlandse Joden. Het comité wat opgericht werd om het Joodse werkdorp van de grond te krijgen, noemde zich de Stichting voor Joodse Arbeid. Die Stichting voor Joodse Arbeid, zoals gezegd, ging iets organiseren wat heel duidelijk voorbereiding was om ergens anders aan het werk te komen, wat in het eindresultaat ook zeker een heleboel mensen heeft opgeleverd die naar Palestina zijn geëmigreerd. 600 van de ongeveer 900 bewoners van het Joodse werkdorp, die tussen 1934 en 1934 is het opgericht, en 1940, toen de bezetting kwam, door het werkdorp zijn gegaan, daar een opleiding hadden, gingen naar Palestina. Maar ze gingen ook naar allerlei andere landen, naar Amerika, naar Zuid-Afrika, Argentinië en nog andere landen. Het grote probleem voor de Stichting Joodse Arbeid en het Joodse Vluchtelingencomité was een plaats te vinden voor die vluchtelingen, een manier om ze het land binnen te krijgen, wie er naar binnen mochten, behuizing, geld, lobby en dus middelen. Dat alles is eigenlijk enorm geslaagd. En dat is heel erg knap. Maar er zijn wel dingen die daarin meespelen die je, als je de geschiedenis bekijkt, moet weten. Want niet iedereen werd toegelaten in het werkdorp. Omdat het verschillende richtingen had, waren er ook wel spanningen. Die verschillende richtingen zijn ook belangrijk als we via het werkdorp de geschiedenis van de opkomst van het nazisme, wat we daar in Nederland van merkten, tegen de achtergrond houden. Want niet alleen Joden moesten weg, ook alles wat te maken had met de Socialistische Partij in Duitsland en communisten. En die waren natuurlijk hier, zeker voor de overheid, beangstigend, omdat communisme was een gevaar in de ogen van de meesten in die tijd. Toch zijn die middelen opgelost, het geld is er gekomen en de mensen werden toegelaten. Die 600 die in veiligheid gekomen zijn, vormen een belangrijk deel van het geheugen over het Joodse werkdorp, wat je hier in beeld ziet. Ik weet niet of jullie het zien, bij mij komt er van alles overheen. Hier staat Gertrud van Tijn, George van den Berg. En hier is het hoofdgebouw van het Joodse werkdorp met het beroemde ANWB-paaltje, de wegwijzer. Er moest van alles georganiseerd worden om dit tot een succes te krijgen. En aan allerlei voorwaarden moest voldaan worden, want niet alleen waren er niet-Joodse instructeurs voor de landbouw of voor wat dan ook. Dat was ook een afspraak met de Nederlandse overheid. Het was allemaal scherp uitgelobbyd en uitgeonderhandeld door Van den Berg, dankzij zijn relaties met Colijn en andere leden van het kabinet, die elkaar op de bekende wijze natuurlijk af en toe de bal toespeelde. Dan was er voor het Joodse werkdorp ook van belang. Er waren dus veel Zionisten, maar het was in de ogen van de georganiseerde Hachshara, zeker bij jullie bekend, zoals de Deventer Vereniging van Ru en Guy Cohen, een doorn in het oog, want het ging niet volgens hun manier. Maar zeker blijft het succes wat ze bereikt hebben. Het werkdorp kwam tot stand in 1934. De polder werd gedicht in 1934 en de afsluitdijk was net open. Eigenlijk was de polder er iets eerder dan de afsluitdijk.
Op dit plaatje zie je hieronder die nieuwe polder. En ik laat hem zien omdat in de toekomstplannen die nu ter inzage liggen, en waarvan ik in ieder geval hoop dat dat nu succes gaat worden, het herinneringscentrum, het hele verhaal in het hoofdgebouw van het Joodse Werkdorp zal gaan en kunnen vertellen. Dus ook waarom die plek zo bijzonder was en zo uitgerekend goed voor dit doel. Want er waren wel andere pioniers, maar er woonde verder niemand. En dat is helaas, als het om de opvang van vluchtelingen gaat, altijd een pre, zelfs tot op de dag van vandaag. Je ziet hier op dit plaatje uit 1935, dan is het hoofdgebouw er nog niet, maar daar zijn wel de barakken waar de pupillen woonden zichtbaar. En dan zie je, dit is uit een ansichtkaart, en het is wel leuk om te weten, de meeste van deze foto's, maar niet allemaal. En daar, ik heb ze niet, maar daar zijn er honderden van. Komen uit de verzameling van het kenniscentrum van het Joods Historisch Museum. Daar zijn ze voor een groot deel terechtgekomen door de figuur van Jula Reutlinger. Zijn dochter is in ieder geval ook onder ons gehoor. Die zelf in het werkdorp gezeten heeft. En dat komt later op het juiste moment onder de nazi-dreiging niet meer terug is gegaan. Bij die grote hoeveelheid foto's zitten ook veel ansichtkaarten. Ook dat is spannend, want waarom zou je een ansichtkaart versturen vanuit het Joodse werkdorp of vanuit die nieuwe polder? Maar dat gebeurde wel. En in die ansichtkaarten, en je ziet hier werkkamp Duitse Israëlieten, ja, in de Wieringermeer. Werkkamp was een van de benamingen van het werkdorp. Werkdorp, Joodse werkdorp. Er zijn verschillende namen aangegeven. Het werkdorp stond er niet 1, 2, 3. Het geld was er niet 1, 2, 3. En het hoofdgebouw, het schitterende hoofdgebouw wat je ook hier weer ziet, u kunt mijn cursor zien, is gebouwd en is klaargekomen rond 1938. Ook dat was een onderneming die ook weer getuigt van een zeker in de SDAP belangrijk ding, namelijk, hoe noem je dat, culturele opleving. De cultuur is belangrijk, dus de architect die dit gebouw gemaakt heeft, het waren er meerdere, een architect van de Wieringermeerpolders had, denk ik, het toezicht. Maar het brein achter dit gebouw was Paul Bromberg. En Bromberg is misschien niet bekend, maar misschien is bij u wel bekend. De Utrechtse straat in Amsterdam en het voormalige warenhuis van Metz. Daar was hij de architect en de ontwerper. Dat is tot de dag van vandaag goed te zien in dat hoofdgebouw. Verder zie je op deze foto's individuen die in het werkkamp gefotografeerd zijn. Meestal door Roman Wisniak en soms door een van de ingezetenen. Die rol van Wisniak is heel belangrijk. En die laat ik hier nog een keer zien, omdat hij ook een andere rol speelt. Dan grijp ik even terug op mijn eigen carrière. Laat ik zeggen, mijn eerste succesje, in ieder geval dat vond ik een succes, was een tentoonstelling in 1984 met de foto's van Roman Wisniak. Dat was een doorbraak in het Joods historisch, want eigenlijk hielden wij ons alleen met Nederland bezig. In diezelfde tentoonstelling kwam ik erachter via Jula Reutlinger dat Wisniak niet alleen in Polen en andere delen van Oost-Europa had gefotografeerd, maar ook in de Wieringermeer. Wisniak wilde die foto's niet in de tentoonstelling. Uiteindelijk zijn ze er met behulp van Reutlinger wel ingekomen. Maar er is meer met Wisniak aan de hand. Hij was een briljante fotograaf en een briljante propagandafotograaf. Je zag al eerder een foto waaruit zijn, en anders komt hij dadelijk wel, zijn constructivistische
talent naar voren kwam, bijna communistisch, hè, de constructivistische school. Maar hier zie je nog wat anders. Hier zet hij drie jongens naast elkaar en die staan in het werkdorp met basaltblokken, terwijl hier links het door Hildo Krop gemaakte monument op de Afsluitdijk staat. Wie nou van wie gespiekt heeft, weet ik niet. Maar voor mij is het wel een bewijs wat een goede propagandist Wisniak was. Hij was eigenlijk een te goede propagandist. Want in 1984, kleine afdwaling, was die tentoonstelling ongelooflijk populair. 60.000 mensen in het Waaggebouw. Maar het beeld wat hij schepte is pas veel later doorbroken. Namelijk dat Oost-Europa op Joods gebied één door Chassidim en arme mensen overheerste wereld zou zijn. Daar klopte niets van, maar dat beeld is heel lang blijven hangen. Terug naar het werkdorp. Ik heb al gezegd, die werving werd heel serieus aangepakt en lukte ook. En dat gebeurde gedeeltelijk via de VARA radio en gedeeltelijk met pamfletten of met het boekje van Marianne Philips. Die VARA radio vind ik weer spannend, omdat dat duidelijk de bloedgroep van Van den Berg was. Want de andere radio die ook aan Joodse fondsenwerving deed, was de AVRO. En namelijk voor de bij jullie bekende Joodse invalide, later het Weesperplein ziekenhuis en nu de GGD op het Weesperplein in Amsterdam. In het herinneringscentrum waar ik aan mee mag werken en waar het zal gaan over de geschiedenis van de polder, van de polderpioniers, met in het centrum in één grote zaal het verhaal over het Joodse werkdorp, is het de bedoeling om vooral de levensverhalen van al de mensen die daar gezeten hebben, die daar gewerkt hebben, die daar geleefd hebben, uit te lichten. Vandaar hier een klein, maar droevig schema met de aantallen. Het totale aantal leerlingen tot 1941, het personeel en het droevige getal van 196, de vermoorde bewoners van het kamp. Over de Shoah is hier niet direct, is hier één foto waar ik op wijs. Ik moet even terug daarna. Hier is die. En dit zijn alle foto's over het leven in het werkdorp met hier McDonald's, waar ik later op terugkom. Even kijken. Ja. Nu werken we aan het nieuwe centrum in het Joodse werkdorp. Maar dat doen we dankzij het feit dat de huidige eigenaar daar ook een tehuis, daarachter, dus niet in het hoofdgebouw, een logies voor arbeidsmigranten wil vestigen en hopelijk zal vestigen. Want daarmee worden ook de middelen verworven om in het hoofdgebouw een herinneringscentrum te maken. Dat herinneringscentrum, wat er nu moet komen, daar kun je je ook van afvragen waarom nu pas. En daarom laat ik deze plaatjes zien, nog een keer het werkdorp, volgens mij al na de oorlog, en een penning die in 1981 is geslagen, met de naam waaronder het werkdorp ook bekend stond, de Oostwaardershoeve. En dat geeft te denken, want het geeft te denken natuurlijk in alle dingen die er in Nederland gebeuren op het gebied van de herinnering aan de Shoah. Daar zit een lijn in die om verklaring vraagt. In ieder geval wat betreft het werkdorp in de Wieringermeer is er tot 2008, het moment dat Joep Karel dat gebouw gekocht heeft, eigenlijk niets op dat gebied gebeurd. Het stond er, het werd gebruikt als instituut voor landbouwtechniek na de oorlog, ook al in de oorlog, en is in 1989, ergens in de jaren 80,
verkocht aan een hele belangrijke kunstgalerie, namelijk Art and Project. Een galerie voor wat heet Minimal Art, die werkelijk wereldberoemd was. En die dat gebouw, die eigenaren hebben het gebouw helemaal van binnen opgeknapt en gezorgd dat alle dingen die op de Amsterdamse school, dus die op Bromberg de architect sloegen, keurig zijn teruggebracht. In 1981 is er in het hoofdgebouw een herdenking gehouden van de pupillen, een reunie. En toen is deze rol gemaakt met alle namen van de omgekomen pupillen van het Werkdorp. Die hangt nog steeds in de lobby van het hoofdgebouw. Die herinnering nogmaals, daar iets mee te doen, is laat gekomen. En dat kun je, ik kan ook zeggen, daar ben ik ook schuldig aan. Het Nationaal Holocaust Museum komt er nu. Het Nationale Namenmonument komt er nu. Maar je kunt ook veel verder terugkijken in de jaren 60, toen het 15 jaar geduurd heeft voordat de Hollandse Schouwburg een herinneringscentrum werd. Met andere woorden, die herinnering is steeds een groot probleem geweest om daarmee om te gaan. Terug naar het Werkdorp en de bewoners. Ik had het over de foto's van Wisniak. Hier zie je deze opbouwende, inderdaad schitterende foto's. Dat hebben we aan hem te danken. Met hier de bouw van het hoofdgebouw. Dan gaan we naar hoe het gebouw eruit zal zien als het een herinneringscentrum is geworden. Met een plattegrond van de tentoonstellingszalen die zich centreren hier om de geschiedenis van het Werkdorp, die hier in een installatie een zicht geven op hoe de polder tot stand kwam, van water tot polder tot bewoning. En hier nog een extra ruimte voor de verhalen van de bewoners toen en ook in de toekomst. Met de bedoeling dat dit gebouw voor iedereen toegankelijk zal zijn en een trekpleister zal worden voor het publiek, maar ook voor de omgeving. Dat is nog een behoorlijke uitdaging om een groot deel van de omgeving vindt het prachtig, een klein deel is zoals dat gaat tegen en is dan fel tegen. Nog een belangrijk punt in de geschiedenis van het Werkdorp is hoe het in de oorlog is vergaan. En dat is, moet verteld worden hoe droevig en hoe ellendig het ook is. Want in 1941, dus een jaar nog, of ruim voor de Wannsee-conferentie, zijn er tot twee keer toe, is er een razzia geweest op 20 maart 1941, waarbij iedereen, bijna iedereen is meegenomen naar Amsterdam. En dat was een vooropgezette val, want daar zijn ze vrijgelaten. Maar het vrijlaten ging niet zonder het noteren van de adressen. En daarna kregen ze het bericht dat ze terug mochten naar het Werkdorp. En dat is in juni 1941 definitief ontruimd. Een heleboel mensen, zoals de genoemde Reutlingen, maar ook anderen, hebben dat doorzien en zijn niet teruggekeerd en zijn ondergedoken. Het verhaal van die 196 omgekomenen en laat ik zeggen de ongeveer 100 overlevenden is niet een eenduidig verhaal. Want heel veel van hen zijn in het verzet gegaan. Sommigen werden koerier om mensen naar de Spaanse grens te brengen. Dus al die verhalen zijn belangrijk om verteld te worden en dat is precies de bedoeling wat we in het hoofdgebouw willen gaan doen. De zwarte bladzijde, zwart is ook niet de kleur om daaraan te geven, van het droevig lot van de mensen die gepakt zijn, dat zullen we ook laten zien. In ieder geval door hun een naam en een gezicht te geven.
Er is nog een ander initiatief wat er binnenkort komt. Er is een monument uit 1981, wat toen is opgericht. Daaromheen is uit een particulier initiatief in de polder, zijn nu 196, je noemt het eigenlijk, struikelstenen gemaakt die er rondom gelegd zullen worden. Dat had op 20 maart 2020 moeten gebeuren, maar dat is door de corona niet doorgegaan. En dat gaat nu, als ik het goed heb, op 18 maart. Maar ik ben nu even in de war met precies wanneer dat zal zijn. En als het goed is, wordt dat ook per livestream uitgezonden, zodat men over de hele wereld dat kan zien. Hier is een slotopname van het hele complex. Met landschapsarchitectuur, het hoofdgebouw, de behuizing voor arbeidsmigranten, de parkeerplaats eromheen, met de bedoeling om in die polder, want je moet er maar naartoe rijden, dat heb ik vaak gedaan, het is een enorm end vanaf Amsterdam, en het is, zal een uitdaging worden om dat ook druk bezocht te krijgen. Maar daar worden alle middelen voor ingezet. Dus een bespeling van het hoofdgebouw die niet op één thema gaat, maar die de geschiedenis is van de geslaagde Hachshara, het droeve dieptepunt van de Shoah, de polderbewoners, de omgeving. En dan hoop ik persoonlijk dat ook met het landschap nog meer gedaan kan worden dan wat we hier al hebben. Dan ben ik door mijn plaatjes heen. Dat wil niet zeggen dat het verhaal daarmee verteld is, want dat verhaal kent nog heel veel andere aspecten. En het zal duidelijk zijn dat ieder slachtoffer zijn verhaal heeft en dat iedere overlevende zijn verhaal heeft, ook van het nieuwe leven. En het is belangrijk om die aan de orde te laten komen. Wat betreft de oorlog is er nog een aspect wat ik wil vertellen. Wat ook geen vrolijk aspect, maar wel heel belangrijk. Er werd ook met enorme afgunst naar dat werkdorp gekeken. Ook door de NSB. En die hadden een plan, als het leeg is, dan zetten we daar NSB-jonge boeren in, want die gaan in Rusland, het was 1941, een nieuw bestaan opbouwen. Dat plan is nooit wat geworden en de geschiedenis heeft ons verteld wat er met de Duitse pogingen in Rusland is gebeurd. Belangrijk is voor mij om te benadrukken dat er een weg gevonden is om dit monument nu tot een monument te maken. Want wat iedereen zou kunnen zeggen, waarom staat er niet al lang een museum? Dat is één keer gebeurd. In 2008, toen het gekocht is door de huidige eigenaar, heeft hij het aan een verzamelaar, kunstverzamelaar, ter beschikking gesteld. Die heeft toen bijna 3 jaar lang geprobeerd er zijn collectie een plek te laten krijgen. En dat is helaas mislukt. Maar dat mislukte ook omdat het te eenzijdig was. Omdat het hele verhaal van het Joodse werkdorp, het Joodse element, gecentreerd werd op de inderdaad indrukwekkende keuken die er nog in zit. Met een zwarte en een rode afvoer, melk en vlees. Als attractiepunt. Dat is niet gelukt en ik hoop dat het ons nu wel zal lukken. In ieder geval zet ik mij ervoor in. En ik dank u voor uw attentie en ik denk dat we nu naar de vragen gaan, niet? Ja, hartelijk dank jou wel. Ik hoor je even niet. We horen je niet. Oh, wacht even. Ja, dat ding moet van mijn hoofd af. Ja. Oké. Jullie horen me nu wel? Ja hoor. Er zijn een paar vragen.
En we hebben dus ook nog Sarah Katzenelson om twee minuten te spreken. Zullen we haar eerst twee minuten laten Sarah spreken? Ja, lijkt mij ook het beste. Dan zal ik haar unmuten. Of zij moet dat zelf doen? Ja, moet ze zelf doen. Oké. Okay. Sarah, je kunt je gang gaan. Ja, ik zal het heel kort houden, want je kunt hier natuurlijk uren over spreken. Ik zal de hoofddingen zal ik even vertellen. De dingen die ik weet natuurlijk. Mijn schoonouders die waren uitgestuurd vanuit Israël, vanuit Palestina destijds, vanuit de Galoet. Ergens in de jaren 30, ik denk 1934. En mijn schoonmoeder Lea Katzenelson Hirsch, die kwam oorspronkelijk uit Berlijn. En mijn schoonvader uit Bobrois van Belarus. Zijn familie die zat hier al vanaf 1921 in Petah Tikva. Ze zijn verwant aan Bel Katzenelson, hun neef. Mijn man is daardoor in Amsterdam geboren, omdat ze daar naartoe zijn gestuurd. En mijn schoonvader, Moshe Katzenelson, wij zijn foto ook gezien op een van die foto's die getoond zijn. Ik wilde niet inspreken, omdat ik niet wilde, La Fria. Mijn man is daardoor in Amsterdam geboren in 1938. Toen Nederland werd veroverd, kan ik wel zeggen, in 1940, is Moshe, mijn schoonvader, gevangen genomen geworden. Nee, verder. Nog. Die is met een sigaret. Dat is mijn schoon. Wacht even. Ik zal het. Zij moet opnieuw unmuten. Ja, Sarah, je moet opnieuw even unmuten. Er was iemand die stoorde. En, kun jij ietsje hoger gaan met je hoofd, dat wij niet alleen je kruin zien. Juist, nu zien we jouw gezicht. Heel goed. Ga maar verder. Maar je bent nog steeds gemute. Wacht even. Je moet jezelf unmuten, Sarah. Onderaan links of bovenaan links? Sarah Katznelson, we horen je niet. Kun je haar niet... Als je iedereen aan... Wacht even. Ik kan niet unmuten. Dat moeten de mensen zelf doen. Ja. Ja, nu is het goed. Die mute... Ja. Ja. Op het doel. Nog een keer. Ja. Dan gaat het. Ja. Ja. Ik zeg, ik wil het heel kort houden en ik kan er natuurlijk uren over spreken. Ik zal alleen de hoofddingen zeggen die ik eigenlijk weet. Er zijn natuurlijk nog een heleboel dingen die ik ook niet weet. Ik weet niet wat jullie niet gehoord hebben, maar ik kan nog een keer zeggen. Mijn schoonouders die waren uitgestuurd van de Galoet vanuit Palestina. Dat waren Moshe en Lea Katzenelson. Juist. En Moshe werd de directeur van het werkdorp. Juist. En dat was geloof ik in 1934. En Lea, die kwam eigenlijk oorspronkelijk uit Berlijn. En mijn schoonvader, die kwam uit Bobrois in Belarus. Maar die waren al hier vanaf 1921 in Petah Tikva. Er is ook heel veel van te vertellen. Dan zal ik jullie buiten laten. En hij is ook verwant aan Bel Katzenelson. Dat was een neef van hun. Mijn man is daardoor in Amsterdam geboren in 1938. Toen Nederland werd veroverd, kan ik zeggen, in de bezetting in 1940, is Moshe, mijn schoonvader, gevangen genomen geworden. En heeft 5 jaar samengezeten met Engelse krijgsgevangenen. Omdat hij vanuit een Engelse mandaat Palestina een paspoort had. Hij kreeg van het Rode Kruis sigaretten. Want daar kwam het Rode Kruis wel. Bij de Joden niet.
En daarvan kocht hij boeken en ook een dwarsfluit en noten om te spelen. En hij heeft ook een heleboel noten overgeschreven. Als je die noten ziet, dan denk je dat het met een machine gedaan is. Zo mooi. En ik heb ook nog boeken van hem, waarin staat met een stempel geproefd van de van de Duitsers. Toen in 1940, toen hij gevangen genomen is geworden, mocht mijn schoonmoeder niet meer in het werkdorp zijn, omdat het te dicht bij de kust was. Vreemdelingen mochten niet dicht bij de kust zijn. Dus ze moest naar Amsterdam. En ze moest ieder week moest ze op het matje komen bij Aus den Funden. En op het laatst werden ze uitgeruild. Zij en mijn man, die was toen 4 jaar oud, met de Templers, wat jullie ervan gehoord hebben. Ja. De uitwisseling vanuit Bergen-Belsen tegenover Tempeliers uit Palestina. Juist. Dat ging zo. Eerst vanaf Amsterdam naar Wenen. En van daaruit de laatste trein, die Trans-Orient, ging dus helemaal door heel Europa naar het oosten tot aan de Bosphorus. Van daaruit Syrië, Lebanon en Atlit, waar ze meer dan 2 weken, geweest zijn en verlost geworden door een oom van mijn man, die officier was en meekonden. Oké, dankjewel. Dankjewel, want het gaat nu wel ver van het werkdorp af. Ja. Dus ik denk dat het belangrijk is om nu de vragen te beantwoorden. En ook aan Sarah kunnen vragen gesteld worden. Oké, ik heb inmiddels via de chat een vraag gekregen. Ja. Meerdere. Ik begin met de vraag van Marcelle Tsion. Zij vraagt... ze heeft het over haar oom Frits Simon Kosman, die in 1936 uit Duitsland naar het werkdorp was gekomen en daar precies 2 jaar was. 2 jaar was inderdaad een van de termijnen waarin opgeleid werd. Maar dat had ook te maken met, als de bedoeling was om naar Palestina te gaan, of er een certificaat was. Dus het was niet altijd 2 jaar, het was soms ook korter. Dan stel je nog een vraag, namelijk dat hij met de Dora naar Palestina is gekomen. En of mevrouw Van Tijn daar wat mee te doen had. Dat weet ik niet, ik denk dat Gaia dat wel weet. Maar over mevrouw Van Tijn, het is wel heel belangrijk om die naam goed te noemen. Want zij heeft zeer veel voor dat werkdorp gedaan. Ze heeft... in de oorlog een slechte naam gekregen, omdat zij en Cohen een namenlijst die de Duitsers al hadden van waar de werkdorpers in Amsterdam woonden, nog een keer op verzoek van een van die boeven aan hun gegeven heeft. En verder heeft zij ook nog geprobeerd het zogenoemde Domingo-plan, dus de Dominicaanse Republiek, om daar wat aan te doen. Maar met alle dingen die haar niet gelukt zijn, is het wel van belang om te stellen dat ze voor het werkdorp veel betekend heeft. Er is een biografie in het Engels over haar verschenen van de historicus Bernard Wasserstein. Die is in Nederland verschenen, maar in het Engels. Dat is een belangrijke biografie over Gertrud van Tijn. Hij bestaat ook in het Nederlands. Oh, oké, goed. Ja, oké, ja. Dan zie ik verder geen vragen. Dat kan toch haast niet. Maar... Nee, daar verder naar boven. Je moet naar boven scrollen. Dan zie je een vraag over... ik geloof dat dat Marcelle ook is. Ze zei, volgens mij mis je op dat lijstje... Dat wat je aan het begin liet zien van de Hagshara. De Hagshara uit Deventer. Nou, dat kan ik me niet voorstellen. Want ik ben een grote fan van Deventer. En we gaan het nu niet opzoeken. Maar als ik dat vergeten ben... Dan mijn excuses. En wat ik zeker wel genoemd heb, is dat de twee grote mannen van de Deventer Vereniging, Ru en Guy Cohen,
niet altijd positief naar het werkdorp keken, want dat was een soort geloofsverschil, namelijk de Hachshara in groep of de Einzel Hachshara. Maar ik denk dat dat voor fijnproevers is. Nou, ze waren ook nogal star tegenover iedere andere Hachshara dan die ze zelf hadden uitgevonden. Okay. Ook de ambachts Hachshara, die Lijp de Leeuw heeft opgericht, waren ze tegen. En ook de meisjes Hachshara. Ja. Dus is naast de Hachshara van Deventer zijn dus allerlei andere Hachsharot ontstaan die we wel beantwoorden aan de eisen van de tijd. Ja, en ik denk dat die van het werkdorp een topper is daarin. Maar ieder zijn sympathie achteraf. Is er nog een vraag? Mijn oom Frits Simon Koster. Ja, dat heb je beantwoord. Er was een. Tot wie kunnen wij ons wenden om informatie te krijgen over een oom van ons die is omgekomen en waar we heel weinig over weten? Hij was op Hachshara. Ik heb al gechat naar deze mevrouw. Oh. En met mijn e-mail dat ik haar graag zal helpen dat uit te zoeken. Moshe Mordechai vraagt, hoe ging dat nou tussen de religieuze, niet-religieuze en communistische leerlingen? Bepaalde hun wereldbeschouwing? Ja, dat ging af en toe mis en er werd van bijvoorbeeld Moshe Katzenelson, maar ook de andere directeuren uit mijn hoofd, Lubinsky en ook Abel Hertzberg, toch veel leiderschap gevraagd om het allemaal in goede banen te leiden. Want er waren natuurlijk heftige politieke discussies. En niet iedereen was het met elkaar eens. Maar over het algemeen is het toch redelijk goed verlopen daar. En zijn de meeste mensen die daar vandaan gekomen zijn met positieve herinneringen. Maar het was zeker een probleem dat botste. Het werkdorp had ook een eigen synagoge. Die ruimte is er nog. Het Sefer Torah is er ook nog. Dat behoort tot de collectie van het Rijksmuseum Twente. Ook dat is wel heel weer terug met die herinneringsgeschiedenis. De twee mannen die daar die prachtige kunstgallery gerund hebben, van Beieren en van Ravenstein, die hebben hun collecties aan het Rijksmuseum Twente, Rijksmuseum Kröller-Müller en het Museum of Modern Art in New York gegeven. Je moet er liefhebber van zijn, maar het is echt indrukwekkende namen die daarbij zitten. Maar ze hebben ook het meubilair en die Torahrol aan het Rijksmuseum Twente in bruikleen gegeven. Het goede daarbij is dat het daardoor bewaard is gebleven en dat het ook weer terug kan komen. Tot zover. Nog andere vragen? Er was iemand die haar hand heeft opgestoken. Marianne Hickry? Oh ja, dat zag ik. Marianne Hickry? Nee hoor, geen hand opgestoken. Opgestoken? Oh, hoor. Goed. Dat is dan een verkeerde knop geweest. Gelukkig. Is er verder nog iemand die iets wil vragen of zeggen? Ja, ik wil je nog iets vragen. Ja. Is het waar dat in het werkdorp alleen jongelui van het buitenland kwamen en de andere Hachsharot waren Nederlandse pioniers en buitenlandse pioniers? Ik denk dat dat gedeeltelijk waar is. En het, in ieder geval leidt het er bij mij toe. De bedoeling was om er jongeren uit Duitsland en Oostenrijk naartoe te brengen. Maar er waren, toen het werkdorp begon, al jongeren in Nederland die daar ook terecht zijn gekomen. En het was vooral bedoeld voor die vluchtelingen. Dat klopt, ja. En nog een vraag, als ik mag. Ja. Ik heb een foto waar ik denk dat mijn moeder op staat. En daaronder staat dat het een werkdorp is. Maar ik denk dat het een foute titel is. En dat het die foto uit Vraneker is en niet uit het werkdorp. Hoe kan ik dat verifiëren? Hoe heette je moeder? Mijn moeder heette Johanna Rothschild. Ja, Rothschild komt in Vraneker voor. Ja, dat weet ik. Dus ze was niet in het werkdorp. Nou, er zijn mensen. Hoewel ze uit Duitsland kwam in 1933. Ja, er zijn mensen op verschillende plaatsen geweest, hè?
Dus het zou kunnen. Maar... Het zou heel goed kunnen. Ja, nee, dat zou zeker kunnen. Het is nog een ander belangrijk verhaal. Op een goed moment hebben de nazi's in Duitsland een hachshara opgeheven of verboden in het plaatsje Groß-Bresen. En toen is er onderhandeld en die hele hachshara is toen, een man of 60, overgebracht naar het werkdorp. Ja, je moet je dus bij het terugkijken naar wat er gebeurde is ook vooral de spanning voorstellen, hoe je mensen daar naartoe kreeg en onder wat voor druk dat gebeurde om de mensen in veiligheid te brengen. Ik heb twee nieuwe messages, wacht even. Ja, bepaalde hun wereldbeschouwing. Ja, ja? Nou, ik denk het wel, want de immigratie naar Palestina, dan kon je daar voor in aanmerking komen, maar er waren natuurlijk niet zoveel certificaten. En de andere zal toch vaak een particulier initiatief geweest zijn. Wat nog belangrijk is voor de herinnering en het bewaren van de herinnering, de historica Lilian Peters, die naast het werkdorp is geboren, heeft een doctoraalscriptie gemaakt en heeft daarvoor iets van 60 oud-werkdorpers in Israël geïnterviewd. En die interviews staan allemaal op de website van het Joods Historisch Museum. Of je die daar meteen op kunt afluisteren, dat weet ik niet. Maar dat zijn het geschiedenisverhaal van het werkdorp is nog niet finaal beschreven. Hoewel het boek wat in 19, ergens in de jaren 80, ja, van Stegeman en Forsterveld geschreven is, het Joodse werkdorp in de Wieringermeer, vind ik wel een schitterend boek wat een... Ja. Heel goed beschrijft wat er allemaal gebeurd is en wat de motivaties waren en wat de obstakels waren die de leiding moest overkomen, die het bestuur moest overkomen en dat allemaal onder die enorme druk. En ook iets van het leven van die werkdorpers beschrijft. Want op die foto's zie je natuurlijk toch maar de helft. Dat zijn vaak vrolijke foto's, lachen ze in de camera. Die vertellen niet het hele verhaal. Mirjam Doobie, wilde jij iets vragen? Ja, kun je me horen? Ja. Kunnen jullie me horen? Ja. Erg tof, een goede avond. Ik wilde alleen maar twee dingen zeggen. Als oud-voorzitter, 10 jaar lang, heb ik mij heel erg verdiept in de Nederlanders die, of course, immigranten naar Israël kwamen. Voorzitter van de Ergun Olé Holland, ja? Ergun Olé Holland. Voor de duidelijkheid, ja. Ja, oké, okay. Ergun Olé Holland. En één ding is me heel erg, dat staat als een, ja, ik weet het eigenlijk niet, als een heel groot feit in mijn hoofd. En dat is het volgende. In 1939 waren er 140.000 Joden in Nederland. 110.000 van Nederlandse afkomst en 30.000 vluchtelingen uit Duitsland en Europa. Van die, in 1939 waren er in Israël van Nederlandse afkomst ongeveer 1000 Nederlanders van de Nederlandse afkomst. Dat geeft een blik, werkdorp, zionisme. Mijn overgrootvader was een van de oprichters samen met Jacobus Kahn, de oprichter van de Zionistenbond. Dat geeft een beeld dat Palestina heel ver weg stond van het Nederlandse Jodendom. Ja. Ik ben Nederlander van Dat Moshe, van de religie van Moshe. En dat is een van de dingen die ik hier nog een keer naar voren wil. In Kolakowot, werkkampen en alles. Heel weinig mensen hebben hieraan eigenlijk zichzelf opgegeven om naar Israël, naar Palestina. Ja, Mirjam, ik wilde wel op antwoorden dat er heel weinig mogelijkheden waren, want de Jewish Agency heeft altijd besloten
om de certificaten toe te wijzen aan mensen die in Oostenrijk en Duitsland zaten. Ja. En mensen als Guy en Ru Cohen en Leib de Leeuw en Mirjam de Leeuw, die hebben jarenlang verschrikkelijk hard moeten trekken aan de Jewish Agency om meer certificaten voor Nederland te krijgen. Maar het was dus eigenlijk zo dat als je vanuit Duitsland als vluchteling in Nederland aankwam, dat het voor het verkrijgen van een certificaat nog nadelig was ook. Sommige mensen hebben 6 jaar bij hun boer gewerkt, hè, de Einzel Hachsera, en kregen geen certificaat, hoewel ze in principe na 2 of 3 jaar daar wel recht op hadden. Heel weinig certificaten zijn naar Nederland gegaan en dat was ook meteen na de oorlog, was het weer zo, omdat men ervan uitging dat terugkomende Nederlandse Joden een plek hadden om naartoe te gaan. En er waren anderen die dus uit het oosten vluchten en in displaced persons kampen terechtkwamen en die kregen meer certificaten dan wie in Nederland woonden. Zo was het. Dus er zit wel wat meer nog achter het geringe aantal mensen wat hier woonden. Bovendien was het alle jaar uit Nederland voor 1940, als je het vergelijkt met Frankrijk en België, heel groot. Ja. Ja, vergeleken met Frankrijk en België. Het was bijna niemand. Er is geen Argonolei, België. In die tijd waren bijna geen immigranten uit Frankrijk en België. Dus nee. Nederland valt eigenlijk nog op, nog positief op. Ik heb het gezien als een heel, heel laag aantal. Ik heb het nooit anders gezien dan een heel laag aantal. Laag aantal, maar het heeft dus meerdere oorzaken. Ja, is er nog iemand, Esther Barend heeft haar hand opgestoken? Er is ook nog een vraag op de chat van iemand die heet Annie. Ja, dat is Morsje Mordechai. En hoe zat het nou met de familie van deze ingezetenen? Ja, dus van de mensen, ja? Die konden niet Nederland in, dat klopt. Die kinderen, het is precies als met de kindertransporten. Het was bedoeld om deze mensen te redden. En zo is het. Dat is heel vreselijk. Is er iemand die nog wat wil vragen? Ik denk dat er 2 mensen hebben hun hand opgestoken. Ja, ik zie nog altijd Marianne Hickory, maar dat is kennelijk een vergissing. En Esther Barend heeft ook een hand. Esther Barendse, wilde je wat zeggen? Ja, ik wil wat zeggen. Ja? Zowel een tante van mij is in 1937 al naar Palestina gegaan. En een oom in 1939. Maar ik weet niet of... Niet via werkkampen, maar die waren gewoon Nederland, gewoon uit Amsterdam. Hadden die dan ook een certificaat nodig? Of hoe gingen die dan? Nou, die hadden wel een certificaat nodig, maar als de kapitalisten CITES-certificaten konden betalen. Er zijn heel veel Nederlandse Joden met een kapitalistencertificaat naar hier gegaan. En dan was het veel gemakkelijker om hier te komen. Maar dat was dus alleen voor de betere, voor de welgestelde. Ja, maar dat denk ik dat was, ja. Dat denk ik ook. Dat is het geweest. Ja, dat was het, ja. Maar ik wil er nog bij zeggen, niet nieuws onder de zon. Ik bedoel... En worden de namen van de mensen die daar allemaal ook in dat museum opgenomen, de namen mensen die daar gewerkt hebben, want die oom is dus getrouwd met een vrouw die uit Duitsland kwam, die in Wieringermeer gewerkt heeft. De bedoeling is dat iedereen die daar... pupil was, die in het werkdorp geweest is, dat we daar het verhaal van gaan vertellen. Oké. Dat is de bedoeling. Ja, oké. Prima. Als er niemand meer wat wil vragen of zeggen, dan gaan we nu afsluiten. Er waren 85 aanwezigen, dat is heel mooi. En ik ben blij dat we jullie weer gezien hebben. Over 14 dagen gaan we weer over iets heel anders praten. Namelijk over Culemborg en de Joodse gemeente van Culemborg. En dan hopen we u ook alweer allemaal te zien. Het allerbeste, wie nog niet is ingeënt, ga je laten inenten. En ik wens jullie heel veel gezondheid toe. Wil jij nog wat zeggen, Marion? Sluit het maar verder af. Ik dacht dat jij wou zeggen wie nog geen contributie heeft betaald. Maar de inenting is ook goed.
Maar dan heb ik de oplossing. Ik betaal die contributie, hoewel ik hier zit, maar dan wil ik wel een inenting, want hier kan ik hem niet krijgen. Nee. Je mag langskomen. Ja. We hebben een lockdown, dan stoppen we stoppen je in quarantaine. Ik heb gehoord dat Microsoft een nieuwe manier heeft om geïnjecteerd te worden. Ja, het internet. Je bent pas in maart aan de beurt, hè? Ik weet het niet. Hopen ik geloof dat de meesten van ons nu aan de tweede injectie toe zijn al. Ja, begint. We zijn jaloers. Oké, allemaal hartelijk bedankt. We gaan hartelijk afsluiten. En tot over 2 weken. Ja, dankjewel allemaal. En tot de volgende keer. Ja, tot de volgende keer. Uit Den Haag, Jette. Ja, goed, hè?